Ja, maar gaan we hem blokken? Oké. Gaan we niet gewoon voor? Yo, hij gaat er al voor! Yo. Ja, maar dat is gewoon een gangster, maar dat is gewoon een gangster, ik zweer het. Ik ben echt gangster. Ik ben benieuwd, is... Nee, maar dit is alpha, deze is echt veel damage. Ja, ik ben echt bang voor. Nee, kom aan de drie! Yo, we gaan alle drie tegelijk! Okay. Hij is de, hij is de. Wow! Ik weet niet wat er gebeurt! Oh, hij doet wel gekke dingen hoor. Oh, ik heb een artefact gevonden, jongens. Maar Chris zegt erg, joh, die Griffin. Maar dit is wel jammer dat jij er ook niet bent, want voor mij kan jij hem ook pakken. Voor mij kan elk persoon eentje hebben. Weet je waar dat kasteel is, Melvin? Dat kasteel van die... in die Highlands. Nou? Nee. Moet ik anders mijn coördinaten zeggen bij dat kasteel? Dan kan jij naar mij toe en dan ga ik er dan ik in, heb want ik weet het echt artefact niet. Artefact van de Bruut. Kijk, hij zweeft dan nog. Jullie kunnen hem ook pakken. Ja, maar ja. Wat echt fijn was als jij. Ja. Ja, het is onmakkelijk, joh. Oké, kom naar coördinaten, als je dat wil. 22.4. De linker. Ja. En 43 rechts. Bro, ik heb echt een plekje met metaal gevonden. Ja, is niet normaal. Is niet normaal. Hij heeft de foto naar mij gestuurd, hè. Tering. Ik vloog daar en het is echt naast mijn base, bro. Het is echt één klein rond cirkeltje achter iets. Ja, net als en een daar meteoriet zit, in gevallen. Ja, en daar zitten gewoon 22 of 21 metalen blokken. Helemaal goud. Nee, niet helemaal goud. Helemaal. Sommige wel. Niet allemaal. Tering. Maar ik kan gewoon met mijn beste draak en met mijn Ankylo. Op een gegeven moment, ik kon maar net iets vooruit vliegen en heb ik nog ineens alles gehakt, hè. Misschien de helft. Ja, dat is echt niet normaal. Ik ben nu bij die Kano. Het lijkt net een Downy, man. Hij heeft echt ja, wat die armpjes, hè? Goede handjes. Ja, 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 ja. Ook zie je. Deze handjes zijn echt niet normaal. Het lijkt net alsof hij een stompje heeft of zo. Vooral, weet je wel hoe die GPS werkt? Nee, ik heb niet deze GPS. Nooit in mijn handen gehad. Ah, dan moeten we denk ik even hier wachten. Dan wachten we hier even vooral, denk ik, toch? Ja, tuurlijk. Ik heb zoveel keratine ook. Ja, dat krijg je ook uit die Ik heb denk 10 stacks keer 10, 20 stacks bedoel vlees, 200. En wij zijn bij die plek waar wij die 700 kistje aan neerzet, bij die vulkaan dan, ja. Zeg maar. Ja. Maar je pap ga je daar even dood gewoon. Ja, maar dat is echt kloot ook je hoofd. Die maar ik ben wel 8 tafels aan het kweken. Elke keer doe ik ze iets hoger maken, dus als ik op een gegeven moment ja, dan een hoog heb, dan krijg ik hem. Dat denk ik wel goed. Ja. Maar ik ga vanaf nu altijd mijn beest op neutraal zetten als ik iets ga doen. Behalve als ik ga temmen. Want nu, ja, dat was alles kut. Ook. Ik heb natuurlijk dat beest op passief staan. En dan, ja, dat doet hij en dan helemaal maakt niks. Dat beest mij dood. En dan ja, beest gaat dan gewoon stil vliegen. En dan... Ja, klopt. Maar neutraal is toch als jou iets wordt aangevallen wat van jou is, dan gaan ze aanvallen? Nee, als die wordt aangevallen, je beest. Dan gaan ze ook al aanvallen, dat is neutraal. Ja. Maar, neutraal is ook als ik word aanvallen, dan gaan ze ook aanvallen. Ook volgens mij ook, joh. Ja, ook. En dat heb ik ook allemaal, paar dino's bijvoorbeeld die krijgen bij fort staan. Ja, die heb ik ook. Als er een dino komt, dan vallen ze, als die bijvoorbeeld een dino aanvalt of zo, dan pak die ding. Is dit die nieuwe, die hoge? Ja. Maar hij ziet er wel op zich wel aardig uit. Kleur, alleen wat ik vet had gevonden als die vleugels, dat blikje een soort van paars was. Gewoon ja. Ook paars. Ja. Maar, zijn jullie klaar ervoor of niet? Ja, we moeten lekker even zo'n stamina opladen, want hij is weer leeg, die van mij. 1 om 1 moeten we denk ik erin gaan, hè? Ik heb elke level op uitdagingsmorgen even gedaan. Nu heb ik 2000. Maar of inderdaad handig is als ik en vrouw even eerst vrouw of eerst ik of zo gaan, toch? We kunnen allemaal tegelijk naar binnen, joh. Oh, is het niet glitch god? Nee, het is geen glitch, het is gewoon een normale cave gewoon, wat je ook waar vrouw behoort zit of zoiets. Zo'n soort caves kan die ook zitten. Ja, ik heb een galimini hier staan waar je met z'n drieën op kan, hè. Ja, ja. Nee, joh. We kunnen gewoon met z'n drieën gewoon rond de map, hoor. Ach. Zien jullie mij nog of niet? Dat is misschien trouwens zo chill. Nee, maar weet je wat tegen chill is misschien? Als twee gewoon, als eentje rijdt en twee kunnen schieten erop.
Want dan deed ze toch tering snel. Dan kan je gewoon, als je gaat timmen of zo, kan je gewoon rennen als dat beest achter je aankomt. Zien jullie mij nog niet? Schieten. Ja, ja, ik zie je. Ja, ik zie helemaal niks. Niemand nu. Wij gaan levelen. Wat zijn er namelijk al? Oh, yo, ik zie jullie niet meer. Waar zie je heen gaan? Ga naar rechts. Oh, daar. Goh, waar jij stond op dat sneeuw? Ja, ik zie jullie. Moet even die ingang vinden, joh. Ik ben even rond aan het vliegen. Ja, kijk, zie je, ik ben achter je. Ja, ja. Ja, ik zie mij alleen niet meer. Ik ben echt hetzelfde plekje net, hoor. Ik ga echt die blauwe drop even pakken. Blauwe drop? Ik krijg wat beesten om te levelen. Ja, blauw drop, ja. Die andere, die wil jij pakken zeker? Nee. Maar die is niet zo heel goed, die blauwe drops eigenlijk. Maar... Oh, 10% kut. Nou, toch even lekker een blauwdruk van een stegelzadel, overheersend. En een kompas blauwdruk. Toch had van die lekkere dingetjes gewoon. Even kijken hoor, is die nou die ingang, joh? Ik zou niet weten. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik zie wel iemand vliegen. De vrouw zit hier zo... Ja, wij zitten hier met z'n tweeën. Kan ook daar zijn, hoor, waar jij nu zit hier. Ja, hier is het gewoon, joh. Kijk. Nou, ik dacht gewoon, hier is zo'n ingangetje. Zo, hoezo lag niet vliegen? Hier links zit hij. Oh, ik land er nu echt letterlijk in. Bij die Kijk daar links, links. Oh hier. Allee, hij zit daar gewoon, ja. Waar die waterval zit, zo'n kleine ingang. Wow, moet daar ziet het kamer vet uit. Ja, kun je gewoon een met je draken. Gewoon hier gelijk naar links als je binnen bent. Dit hebben we nog nooit gepakt, hè? Nee, dat is een artefact. Dat is nou voor het eerst, hè. Gelijk links, vrouw. Ja. Waar mijn draak staat. Kijk, waar mijn draak staat, dan moet je naar links. In het hoekje, je kan hier gewoon afstappen en dan achter kei. Oh, ik heb hier een beetje geblokkeerd. Ja, maar een klein beetje ook, helemaal meegenomen. Ja, ja, maar hij zet de draak maar precies voor waar mij. Waar zit hij dan? Oh, hij is weg. Nu. Oh ja. Ja. Kan maar twee keer pakken of zo. Nee, maar ja, misschien wel, maar hij moet wel weer terugspannen hoor. Dus we moeten heel even wachten. Kan trouwens ook hier, kijk, dit is ook wel een vette ingang. Boomstronk, maar dan kan je niet in met je draak. Dat is te klein. Nee, dit is echt geen locatie om het beest toe. Oh, ja. Zou ik even mijn L2 doen? Zou ik mijn L2 doen een keer? Nee. Yo, ik kan het ook even doen, hè? Weet je hoeveel damage ik nu al doe? Ja, maar niet zoveel nog als mij, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Man. Maar uiteindelijk gaat hij jou denk ik wel sterker worden. Ja, sowieso. Voor mij nu 3000 bliksem. Elke keer als ik hem raak, maar ik kan hem echt lang erop houden, die bliksem. Ja, maar ik wil die L2 nooit, want ik ben bang dat ik dood ga, dus ik weet niet hoe hoog die is. Ja. Je moet je alleen ver, als je ver weg gaat schieten, moet je dit doen. Ja, ik vlieg eruit hoor, vrouw, want ik denk niet dat die komt. Ja, denk ik. En als ik mijn in de kist doe en ik ben hier een keer, dan kan ik hem alsnog pakken. En dan kan ik hem alsnog aan jou geven. Maar je kan er niet twee tegelijk tillen. Ja, maar dit stresst me echt, hè. Dat deed dat die scherm nu zo rood aan het flikken. Ja, ja, dat had ik gisteren ook. Gewoon de hele tijd. Ja, dat is echt goed. Oké, okay, zullen we de volgende proberen? Ja. Welk stukje vliegen? GPS. Daarnaast die groene gewoon ding is voor mij een rode drop, of niet in de verte, joh? Ja, ik zie vooral steeds stand, zie ik hem wel weer vliegen, als ik hem niet. Die rode drop is wel echt belangrijk. Of wordt ook al donker? Die rode drop, daar zit zo'n altijd een goede ding in. Ja, ik maar... Ik heb nooit gepakt, hè? Volgens mij is die al beneden. Nee, ik ook niet. Kak! Ik ben ook een keer echt benieuwd in het woestijn. Want daar heb je helemaal goede drops. Ik weet, dat wist vooral eigenlijk nog niet, maar... Ja. Oh, hij is halverwege pas, joh. Die pakken we sowieso even mee. Maar, ja, in de woestijn, daar zitten echt van die gekke drops. Daar zitten van die kleine katjes. Ja, die eigenlijk wat diezelfde als die in de grot hebt. Ja, wat zou je ook zien hebben, vrouw, vanmiddag? Die. Oh. Alleen dan zijn ze altijd rood in de woestijn. Hé, hey, maar zie ik links ook niet te rooien? Links daarvan? Is het echt heel stuk naar links, daar? Is dat een groene of zo? Is groene, denk ik. Nee, is een witte. Allootjes. Even lekker omhoog. Hier zijn een T-Rex.
Ik kom helpen wel. Oh, laat. Laat maar, ik ga nu ik doe R2. Deze is echt hoog, deze alle. Wat jij? Voor je leveltjes of niet? Ja, klote. Ja. Dan gaan we, hij valt mij nog 18, eens aan. Nee, hij valt die stegels aan. Kijk uit, ik ga naar L2, joh! Laat maar, ik doe geen L2 dan. Net mijn L2 doen, hè. Yo, ja, dat is wel aardig, maar... Het is zo'n speciale boog, weet je. Je hebt toch zo'n hoge boog. Oh, die verkeerde. Ja, alleen dan ook nog die met die blauwe gloed erop. Oh, die wil ik eigenlijk maken, ga ik een keertje. Ja, maar weet je, ik ga even kijken hoeveel duur die is. We moeten naar... Ja, blauwdruk, ja. Oh. Naar... 19.3. 45. Richt maar base, vel. Als wij bij die bevers gaan en we gaan terug naar onze base, dat verlangt gewoon die hier, hier heb je die sneeuwberg, gewoon boven bijna. Oh ja. Je artefact kan je niet in je dino gooien. Nee, klopt. Waar ben je, Melvin? Ja, ik ben naar links gaan. Ik lig nu boven die ijsberg. Ja, ik ben hem ook in één keer kwijt. Hij is in één keer weg. Ik ben echt bij jouw base, zeg maar. Ik lig wel even naar jouw base. Of ga ik zien wat lekker maar. Ja. Ja. Toen helemaal klaar man. Maar waar is Melvin nu? Ja, als je voordeur uitgaat, die poort en dan naar rechts. Ik sta hier gewoon beneden te wachten. Of je gaat gewoon je voordeur uit, laat ik zo zeggen. Als je dan naar beneden gaat. Hieronder heb je toch een waterpomp? Ja, die heb ik ook even. Ja, hier bij mij. Bij die tussen die bomen. Hallo, hier is een landige beest toch? Ja, soms landt hij echt lang, hè? Dat is helemaal kut, dus als je op een vliegen, maar hij gaat de hele tweede weg, toch, kijk? Zo, wat een gedoe was vandaag met die tyfusbeesten, echt. Ik had dat, bij hem ging hij dood, door mij. En toen werd ik aangevallen of zo, ik weet niet meer. Er was iets. En hij bleef heel tijd rond vliegen. Hij ging niet landen. Ze konden niet op gewoon. Klopt, dat heb ik ook weer gehad. Ja, totdat ik helemaal gek. Met je... Hoe heet het? Whistle Land Flyer. Kan doen. Dan gaat hij landen. Dat wist ik ook niet. Ik ook niet, joh. Moet je jou volgen? Ja, moet even kijken waar een beetje heen moet. Moeten we 28 hebben? Maar waar is 28, joh? Links naar rechts, oh, deze naar rechts, kant, naar deze links. Kant. Kijk, is dat niet die ene plek waar ik vorige keer in ging? Die gekke tempel, misschien? O ja! Ik ging in een gekke tempel, Melvin. Dan moet je echt niet zomaar ingaan met de val. Oh, hier? Zit erin, dan word je knockdown. Ja, maar er kunnen ook gewoon beesten zijn. Ik weet niet wat is het hier, of niet? Nee, het was een val. Er was geen één beest. Nee, dit niet toch? Vooral hier zo? Weet ik niet. Meer. Nee, dit was het niet. Ja, misschien is het wel hetzelfde soort, maar. Die ging uit tenminste niet erin. Waar was het beneden? Daar kan niet in. Ja, hier moet iets. Ja, maar je hebt meerdere ingangen. Dus je kan ook beneden wat je bedoelt. Maar daar was een ingang. Nou, daar zou ik juist niet gaan, want daar. Het was een val. Ik ging naar binnen. Het was gewoon een doorgang, was het. Ja. Een soort van. Er kwam een spike soort van uit de muur. Waardoor ik gewoon. Wat je altijd ziet in die En ik tag die dan. Ja, die wou ik net gaan pakken, joh. Oh, plus, hoor. Je weet, 324! Wat? Die beest, die pas houden. Oh, zo hoog? Ja, 324. Dat zijn allemaal hoge levels, joh. Maar hebben ze gewoon iets mogen zetten, ofzo. Ja, ik ben ook vandaag gekild door een Betsy van level 300, ofzo. Betsy? Ik zat gewoon op mijn draag. Ja, dat zei die in één keer. En die doet mij one shot. Ik vlieg gewoon even een rondje hoor. Kom weer terug man. Allee. Kijk waar die ingang is joh. Maar dat is zo ander beest. Nou, is de kleine ingang of kan je met je dino doen? Ik zou mijn god niet... Oh, hier is wel een ingang. Aan de achterkant. Dan kan ik wel gewoon met mijn draak in. Ik hoop dat er geen val is. Is je melk gaat als eerste anders? Ik zit er alleen, joh.
Maar, het kan ook zijn dat het wat anders was. Maar ja, misschien is het wel ook niet hoor. Want misschien loop ik gewoon wel een rondje. Als we gaan de achterkant. Van de andere kant van waar we net waren. Ja. Oh nee, dit loopt gewoon een rondje, dit is niks. Is wel binnen, dit is wel apart, dit is wel eigenlijk wel een gekke beest. Al metaal in. Het loopt gewoon een cirkel, je hoeft maar twee poorten te zetten en je bent binnen. Wel heel, heel smal, heel klein hoor. Ik weet niet waar. Maar zie je links ook een god? Kijk, zie je dat vooral daar? Ja. Links van ons? Misschien is het dat wel. Dat is ook met zo'n water, net als net. Maar ik durf er niet in gaan. Maar ik was echt precies aan de achterkant waar jullie net waren hoor. Echt precies gewoon. Oh nee, hier. Zie je mij? Boven? Ja, ja. Volg mij. Misschien, Frank, weet je nog waar dat plekje was? Frank zei, misschien links die grot. Oh. Oh, hier, kijk hier. Kijk nou hier misschien. Deze grot hier. Wat snel je nou? Ja, hier, kom maar. Waar dan? Kijk, ik ging er hierin. Hieronder, ergens. Ah, ja, hier zie ik nog een grot, maar... Ja, dit is gewoon een grot om in te wonen, dit. Dat heb ik gezien. Bij het filmpje vooral. Oh ja, ja. Want hierboven heb je ook nog zo'n smal dingetje hierboven. Hier kan je gewoon een huis maken. Gewoon zo in die hele ronde. Kijk waar ik ben, heb je ook nog zo'n smal dingetje hier. Ja. Dat past precies een riven in, maar je moet wel echt via deze kant eruit, want anders kom je er niet meer uit. Maar dit is het niet. Nou, ik ga niet. Ja, het was die coördinaten zijn gewoon hier bij die plek, weet je wel, waar ik net was. Nou, ik kan me ook niet meer herinneren dat die tempel hier zo in de buurt was. Dat was ook een stukje verder weg. Oh, hier heb ik trouwens ook een vette cave, hè? Wat zijn jullie? Ik vlieg nu omhoog. Oh, ja, ik vlieg juist weer weg. Zie je me hier? Mm-hmm. Hieronder. Onder het skelet. Hier, kijk. Kijk hier in één keer in. Wat skelet hier? Die brugskelet. Ja. Ja, dan kan je in één keer daaronder kan je in één keer in. Vlak onder die brug. Kan je in één keer in. Yo, ik weet echt nog even zijn. Vliegt er nu in. Ja. Ook gekke plek, hè? Oeh. Maar hier kun je ook naar rechts of zo. Ja, daar kun je metaal, daar zit heel veel kristal achter. Als je dat blokje weghaalt, dat is steen. Hier is echt een kwestie van alleen maar vliegen hier. Hier kan je hier kun je echt alleen maar vliegen. Maar je moet weer echt alle steen weghalen, dat is echt heel irritant. Maar aan de overkant gaat hij door, of niet? Oh nee, de overkant is maar een inhammertje. Maar ik vlieg weer omhoog. Maar hier moet toch wel ergens iets van een grot zijn of zo? Nee, ik weet het echt niet. Ja, volgens mij zijn die anderen allemaal in zo'n speciale cave, weet je wel. Je hebt dan die ijscave. En je hebt dan nog zo'n cave, maar dat is ergens in de woestijn. Maar dan moet je allemaal raadseltjes oplossen. Die is best wel moeilijk. En dat krijg je ook goed. Ja, maar je moet hem zelfs twee keer doen. Want op een gegeven moment moet je een keuze maken. Ga je links of ga je rechts? Als je links gaat, krijg je die ene. En dan moet je hem daarna helemaal opnieuw doen. En dan moet je naar rechts, want dan krijg je die andere. Dat is kut. Nou, ik ben ook lang te rondwarrelen nu, nou. Nou, ik weet het echt niet. Het is allemaal bezig te doden. Ik weet het gewoon niet. Ja, ik ook. Ik heb een heel stuk rondgevlogen. Ik denk misschien... Het bliksemstraal. Het levelen. Ik denk misschien zit hij ergens gewoon... Iets verder door of zo, weet je wel, maar... Nou, ik heb ook iets verder doorgevlogen. Bij de tempel gekeken, maar... En de hond zie je hem niet doen. Dat is nou jammer.